Hengst nummer 26. Nummer 26, 26, 26. SDMP Paxton Red. John van Keulen, Carrier Duck. Met Mary van Keulen, Kellenen. Dan Duke Hills Magnum en Revel Cello. Fokker-eigenaar J.K. Heinhuis in Almelo. Vader van de hengst, dames en heren, is Keulen Carrier Duck. 2001 goedgekeurd, ondertussen elite. En de bekende nakomelingen zijn de Shamrock Noble Coast Guard, Shamrock Desert Cobra, Qua Williams en Shamrock Lake Nicole Cardinal. Ook de keurprevente dochter Shamrock Silk Hortensia en Shamrock Lake Cleopatra. Moeder is Duke Hills Pinata. Mary die enkele keren showt is in Jongstok, de rubrieken waar ze weer de top 3 plaatsingen wist te behalen. Vader van deze Mary, Keulen Kellen Len, halfbroer van de vader Keulen Carrier Dock. De nummer 26. Opgesteld 26 SDMV en dat staat voor Stal de Mooie Vrouw. Paxton Red gaat naar de tweede bezichtiging. In de tweede bezichtiging A. Hengst nummer 26, 26, 26, SDMV. Dat staat voor Stotterij de Mooie Vrouw, heb ik gisteren gehoord. En dan Paxton Red, zoon van Keulen Carrier Dock. En Mary van Keulen Callon Len. Dan Dukes Hill Magnum, Revel Cello. Fokker-eigenaar J.K. Heinhuis in Almelo. Stokmaat.
1,15 meter. 1 meter 15, 1 meter 15. Nummer 26, SDMV Paxton Red. Wij nemen u mee naar de volgende ronde. Mooie oogst in de eerste groep, dames en heren. Voorlopig nog even weer een ronde verder. Kan straks nog verder geselecteerd worden. Voorlopig blijven we deze vier hengsten in de race om ingeschreven te worden. Nummer 26, 29, 30 en 31 komen straks terug. Welke worden ingeschreven in het stamboek? Ben Platser gaat het allemaal vertellen. Beste bezoekers, beste deelnemers. We zijn begonnen aan de allerlaatste selectie. We hebben het fokplan in ons hoofd zitten. En voor de sectie A is beweging een aandachtspunt. U hebt allemaal kunnen zien dat in deze groep veel beweging voorhanden is. Een aandacht voor de bovenlijn staat ook in het fokplan. En natuurlijk is jureren een afweging maken. En als je een opmerking wilt maken over de bovenlijn, dan moet daar compensatie tegenover staan. Dat hebben we vanmorgen in de sectie B ook gezien. U hoort van mij welke hengst mag blijven. Dat betekent tevens dat die in het stamboek wordt ingeschreven. Deze hengst, het nummer 26, wordt ingeschreven. Kijk, onze fotografen talrijk aanwezig. Tijd genoeg hebben gehad en dan zal de ringmeester de heer Kappel zo dadelijk het sein geven voor de eerronde. Een prachtige groep Wels A-hengsten ingeschreven nu als stamboekhengst. Fokkers-eigenaren van harte gefeliciteerd.